Welkom bij Spelzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Wingspan, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je ongeveer 40 tot 70 minuten mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van een vogelliefhebber en probeer je de leefomstandigheden voor de vogels te verbeteren, zodat jij de meest aantrekkelijke exemplaren naar binnen weet te krijgen. En daarmee verzamel je natuurlijk diverse vogels en die vogels hebben allemaal weer speciale eigenschappen, waardoor je steeds sterkere combinaties gaat maken en daarmee uiteindelijk punten gaat scoren. Degene die aan het einde van 4 rondes de meeste punten heeft, wordt de winnaar van Wingspan. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Elizabeth Hargrave en wij krijgen. De spelregels in het Nederlands zijn overzichtelijk weergegeven met mooie voorbeelden. En we krijgen daarbij nog een losse appendix waarin de verschillende vormen en of termen en symbolen nog een keertje uitvoerig uitgelegd worden. En tot slot, die zit onderop, zit er nog een derde boek in als je het spel alleen wilt spelen. Scoreblokje. We krijgen de dobbelstenen voor het voedsel en reference kaartjes. We krijgen de voedselfiches zelf. De verschillende eieren, maakt eigenlijk niet uit, de kleuren zijn meer voor de sier. De markers voor elke speler in zijn of haar kleur. De fiches waarmee we gaan scoren aan het einde van elke ronde. We krijgen deze mooie tray waarin wij de vogelkaarten en de bonuskaarten bewaren. En die vormt tegelijkertijd een display met het huidige aanbod. Voor elke speler zijn of haar eigen spelersbordje met daarop de verschillende leefomgevingen waar we de vogels gaan bewaren en de speciale eigenschappen die je daarmee vrijspeelt. En jullie zien hem hier al liggen, een vogelhuisje. En dat is een dobbeltoren, een dice tower zoals ze dat zo mooi noemen, in de vorm van een vogelhuisje. En dat zit hier gewoon bij het spel in. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet, zodat je maar voor één speler alle spelonderdelen ziet. De andere spelers liggen gewoon lekker buiten beeld. Elke speler krijgt zijn eigen plateau met daarin de drie leefomgevingen waar die vogels kan houden. Blokjes in zijn of haar kleur. Je krijgt twee bonuskaarten waarvan je er eentje mag houden. En je begint het spel met vijf voedselfiches, één van elk soort en vijf vogels. Van deze 10 fiches kaarten mag je er 5 houden. Dus als je ervoor kiest om 3 vogels te houden, dan mag je er ook nog maar 2 voedsel bij houden. Dus daar zal elke speler zelf een keuze in moeten maken. Verder leggen wij in het midden van de tafel de resterende vogelkaarten. We leggen er 3 open in de markt. De resterende bonuskaarten. De dobbeltoren leggen we neer. We gooien de dobbelstenen doorheen. Die produceren voedsel. Voedselfiches in de buurt. We leggen eieren binnen handbereik. Het scoreblokje voor het einde van het spel. En de 4 rondescoringen. Je pakt gewoon willekeurig 4 fiches. Die flip je. En de kant waarop ze terechtkomen is de manier waarop ze scoren. Het zijn allemaal dubbelzijdige fiches. We wijzen iemand aan als startspeler. Die krijgt de Wingspan marker. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. De vogels zelf zijn punten waard. Dat staat hier bij de veer vermeld. Bijvoorbeeld deze Baltimore troepiaal is 9 punten waard. Dus elke vogel scoort punten. De bonuskaarten scoren punten. De posities op deze ronde sporen scoren punten. En alles wat op of onder de vogels ligt scoort punten. Dus als je eieren hebt liggen op vogels, krijg je voor elk ei een punt. Als je voedsel hebt liggen op vogels, elk voedselfiche een punt. En sommige roofdieren eten andere vogeltjes op. En die schuiven kaarten onder zich. En ook voor die kaarten krijg je weer extra punten. Beginnen met de meeste punten is de winnaar. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld, zoals ik al zei, in 4 rondes. En in 4 rondes gaan de spelers, beginnend met de startspeler, om de beurt 1 actie uitvoeren. En je hebt keuze uit 4 verschillende acties die aangegeven staan op je spelersbordje en die, naarmate je meer vogels gaat plaatsen, ook sterker gaan worden. De eerste actie waar we naar gaan kijken is de bovenste. Dat is het spelen van een vogel. Als je een vogel speelt, leg je hem altijd in de meest linker kolom waar nog een plek beschikbaar is. De vogels zelf geven aan in welk gebied je ze moet plaatsen. Deze moet in het bos geplaatst worden.
En als je een vogel wilt plaatsen, betaal je de voedselkosten die hier onderaan staan. In dit geval 3 muizen om deze Amerikaanse oehoe te plaatsen. Hier staat hoeveel punten die waard is, wat voor nesttype deze vogel heeft, hoeveel eieren je op deze kaart kan bewaren. Hier staat zijn wingspan, die is vooral voor de roofdieren interessant. Hier staat nog een klein stukje informatie waar hij vandaan komt, kun je in principe negeren. En hier staat een speciale eigenschap. Als deze vogel geactiveerd wordt, dan bekijk je de bovenste kaart van de gedekte stapel. Is de wingspan 100 centimeter of kleiner, dan eet deze uil hem op. En dan mag je hem er dus onder stoppen. En elke kaart onder deze uil is aan het einde van het punt, spel nog een extra punt waard. Andere vogels hebben bijvoorbeeld alle 3 de leefomgevingen erop staan. Dan mag je zelf kiezen waar je hem speelt. En dit symbool betekent dat hij 1 voedsel naar keuze nodig heeft. Nou, de rest is hetzelfde. Deze ook weer als hij geactiveerd heeft. Bladribla. Dan zijn er nog een paar vogels die hier iets anders hebben dan een bruine balk. Hebben ze geen balk staan, dan betekent dat de eigenschap die hier staat eenmalig is. En staat hier ook op, als die gespeeld wordt, trek je 2 nieuwe bonuskaarten waarvan je er 1 mag houden. En daarna doet hij niks anders meer dan gewoon een vogel zijn. En hier hebben wij de zwarte gier. Die heeft als bijzonderheid onder andere dat hij geen voedsel nodig heeft om in het spel te komen. En eenmalig tussen beurten, daarmee wordt gezegd dat als een andere speler een vogel activeert met dit symbool, zoals jullie net die oehoe zagen, dan pak jij 1 dobbelsteen uit het vogelhuisje. Oftewel, dan kun je weer voedselfiches krijgen. Dus paarse balkjes activeren tijdens een andere speler zijn of haar beurt als deze omstandigheden, als die daaraan voldaan wordt. Maar de eerste actie hier bovenaan is dat ik een vogel mag spelen. Ik wil bijvoorbeeld deze vogel gaan spelen. Dat kost mij een wurmpje en een graan of zaden, zoals hier aangegeven staat. Hij moet in de wijde omgeving, dus ik leg hem hier neer. Daarnaast, als ik deze actie uitvoer, mag ik 2 voedselfiches naar keuze afleggen om 1 voedselfiche naar keuze terug te pakken. Dus dat is de eerste. Mocht ik een tweede vogel willen plaatsen in de weide, dan zie je dat ik daarvoor een ei moet betalen. En dan moet dus een ei op 1 van de vogels die ik heb liggen zitten. En dat kan ik er dan afhalen om die kosten te betalen. Die heb ik nog niet. Maar dat is de eerste actie. De tweede actie is, je gaat voedsel pakken uit het vogelhuisje. Dan leg je hem hier neer. Kost niks. En je mag in dit geval 1 dobbelsteen pakken uit het vogelhuisje en de bijbehorende voedsel nemen. Het principe is heel simpel. Als ik deze muis eruit haal, krijg ik een muis voedsel en dat leg ik voor me neer. Mocht ik op een gegeven moment meerdere dobbelstenen pakken, hè, dan pak ik gewoon voor elke dobbelsteen die ik pak. Hier mag ik kiezen, graan of wormpje. Nou, ik heb bijvoorbeeld graan nodig. En ik mag nog een tweede dobbelsteen pakken. Nou, op het daar pak ik nog een tweede muis. Als er in het vogelhuisje nog maar 1 type voedsel ligt, dan mag je kiezen om in plaats van het type voedsel wat er ligt te nemen, alle dobbelstenen die er zijn opnieuw te gooien. Uiteraard, als het leeg is, doe je dit ook. En dan krijg je dus weer nieuwe voedseltypes waaruit je kan kiezen. Dus dat is de voedselactie. Al deze acties worden natuurlijk sterker naarmate er meer vogels liggen. Dus als ik hier een vogel heb, dan ga ik hier naartoe, krijg ik een dobbelsteen en ik heb de mogelijkheid om een kaart uit mijn hand, een vogelkaart uit mijn hand af te leggen voor een extra dobbelsteen kiezen. Daarnaast, en dat is bij deze 3 acties allemaal hetzelfde, ga ik daarna met mijn blokje teruglopen naar deze positie. Elke actie die je doet, dat blokje blijft hier aan deze kant liggen. En elke keer als ik op een vogel kom met zo'n bruine balk, dan wordt die geactiveerd. En in dit geval, als de Amerikaanse kraai geactiveerd wordt, ga ik voor het voorbeeld even een paar eitjes hier opleggen. Mag ik een eitje van 1 van mijn andere vogels afleggen om een voedsel naar keuze uit de voorraad te pakken. En dan kom ik hier toe. En je ziet hem al, dus als ik hier meer vogels weet neer te leggen, als ik ook nog eens bijvoorbeeld deze hier neerleg en ik leg ook nog eens een keer deze hier neer, dan heb ik sowieso een veel sterkere actie. En daarna activeer ik de Amerikaanse oehoe. Nou, deze doet niks. Dan de Amerikaanse kraai. En dan is die actie pas klaar. Dus dan heb ik met 1 actie, heb ik effectief eigenlijk 3 dingen gedaan. Dus zo ga je natuurlijk op zoek naar combinaties. Maar dat is de groene actie, het voedsel verzamelen. Bij de gele actie mag je eieren plaatsen.
2 eieren krijg je sowieso. En je mag nog een voedsel afleggen voor een extra ei. Houd er rekening mee, op elk vogeltje staat hoeveel eieren zij in het nest mogen hebben. 2 voor deze vogel en 2 voor deze vogel. En je zult ook zien dat sommige kleinere vogeltjes, bijvoorbeeld zoals die hebben er 4. Dus dan kun je er weer wat meer in kwijt. Daarna hetzelfde, we gaan hier naartoe. Als die geactiveerd is, leg je 1 eitje op een vogel naar keuze. Nou, dan krijg je dus gratis nog een extra eitje erbij. En dan gaat het blokje hier weer naartoe. En bij de onderste pak je gewoon een vogelkaart. Als je een vogelkaart pakt, mag je altijd kiezen uit de 3 openliggende of een gesloten vogel. Echter, zou het zo zijn dat ik bijvoorbeeld 3 kaarten mag pakken, dan moet ik al die kaarten eerst pakken voordat de markt weer aangevuld wordt. En ook hierbij zouden er vogels liggen, dan wordt je actie natuurlijk sterker en ga je de vogels dan activeren. Maar zo gaan de spelers, beginnen met de startspeler, om de beurt 1 actie uitvoeren. Ze kiezen 1 van hun blokjes, ze leggen dat op de meest rechtervrije positie, doen de bijbehorende actie en bewegen het blokje dan via de vogeltjes terug naar de startpositie. De enige actie waar dat niet gebeurt is hier bovenaan. Dat is gewoon, je gaat naar het vakje waar je de vogel wil spelen. Ik heb bijvoorbeeld mijn 3 muizen weten te verzamelen. We leggen de oehoe hier neer. En het enige wat ik nu nog mag doen is 2 voedselviesjes afleggen voor een ander voedselviesje naar keuze. En ik ga niet hier al die vakjes teruglopen. En zo kun je ook heel makkelijk zien, de eerste ronde heeft iedereen 8 acties. Zodra de ronde voorbij is, we hebben allemaal onze acties gespeeld. Leg even nog wat dingetjes neer. Dan gaan we naar de score van de eerste ronde. En in de eerste ronde wordt er gekeken wie heeft de meeste vogels in het bos liggen. De speler die de meeste heeft pakt 1 van zijn blokjes en die legt hij op de eerste plaats. Dan heb je natuurlijk een nummer 2 en een nummer 3. Mochten de spelers een gelijk spel hebben, dan wordt het blokje van die spelers tussen de 2 vakjes ingelegd. En dan worden die scores aan het einde worden die pas uitgerekend, maar dan deel je de punten. En dan wordt, dus zij hebben 1 en 2 bezet en de derde positie is dan voor de derde speler. Om te mogen scoren moet je minstens 1 keer voldoen aan de voorwaarden. Dus als je 0 vogels in het bos hebt, dan kom je automatisch op die laatste 0 terecht. Omdat je niet voldoet aan de eis van deze ronde. Daarna pakken alle spelers de resterende blokjes weer terug. De startspeler gaat met de klok mee naar de volgende speler. De markt wordt ververst. Dus er komen nieuwe vogels te liggen. 1, 2, 3. En we beginnen de nieuwe ronde met 1 actie minder. En zo gaan we weer door. En zo spelen we in totaal 4 rondes. En als het spel voorbij is, dan gaan we uiteraard naar de eindscore. En aan het einde van het spel ga je punten scoren. Voor de vogels die je hebt, die zijn zelf punten waard. Je krijgt punten vanuit de bonuskaarten. Je kunt er natuurlijk meerdere krijgen. Als ik bijvoorbeeld de gevlekte bosuil speel, mag ik weer 2 bonuskaarten pakken. En daarvan mag ik er eentje kiezen die ik behoud en de andere gaat naar de aflegstapel. Die kaarten scoren punten afhankelijk van wat voor eisen erop staan. Die punten worden bijgezet. Einde van het rondedoelspoor gaat punten opleveren afhankelijk van de posities die je hebt. Elk ei op een vogel is een punt. Elk voedselviesje op een vogel is een punt. Je zult zien dat sommige vogels specifiek zeggen dat je het voedsel op die vogel mag leggen. De meeste geven het gewoon in jouw voorraad. Maar als je het op een vogel mag leggen, dan kun je het nog steeds gewoon gebruiken om andere vogels mee te betalen als je ze in het spel brengt. Maar gebruik je die voedsel niet, dan is dat een soort van voorraad. En dan is elk viesje een puntje waard aan het einde van het spel. En wat ik al zei, elke weggestopte kaart onder een vogel. Die grote vogels die eten de kleintjes op. Dat levert je ook weer punten op. Die punten tel je bij elkaar. En degene met de hoogste score is de winnaar van Wingspan. En zo wordt dit spel gespeeld. Het eerste wat aan Wingspan opvalt is de vormgeving. Daar is enorm veel liefde in gegaan. En dat zie je meteen. Je hebt ruim 170 verschillende vogels met elk hun eigen artwork wat er erg tof en levendig uitziet. Maar het totale pakketje is ook fantastisch verzorgd. We hebben een voorraadbakje voor onze kaarten waarbij het deksel fungeert als de markt. We krijgen onze eigen dobbeltoren in de vorm van een vogelhuisje. We krijgen miniatuur eitjes in 5 verschillende kleuren. Vooral grappig, maar de eitjes zelf zien er weer tof uit. Custom dobbelstenen, spelersbordjes.
Er zit een Autonoma, dus een één speler variant in, waarbij je dus een set Autonoma kaarten krijgt waartegen je gaat spelen met zijn eigen handboek. Dus ook in je eentje kun je dit spel gewoon lekker spelen. Kortom, het is een heel volledig pakket wat dit spel biedt in een prachtig jasje. En dat is iets waar ik al zeer over te spreken ben. Het spelmechanisme zelf, excelleert in zowel de simpliciteit. Je hebt de 4 eenvoudige acties. Een nieuwe vogel, voedsel, eieren, nieuwe kaarten. En door vogels te spelen en dan die acties daarna op de juiste momenten te kiezen en de bonussen van die vogels erbij te nemen, ga je je eigen engine opbouwen. En dat is natuurlijk een principe wat ik zelf ontzettend leuk vind vanuit mijn Magic verleden. Ik hou van het zoeken naar die combinaties. Hoe kan ik van 1 plus 1 3 maken? Dan ga ik lekker net iets sneller dan de mensen die me van 1 en 1 2 maken. En zo probeer je door juiste combinaties aan vogels op de juiste posities te leggen en de acties in bepaalde volgorde af te handelen, voorsprong te krijgen. En dat is gaaf. Aan de andere kant, het lukt niet altijd om natuurlijk al je engines aan de gang te krijgen. Omdat er zoveel verschillende vogels zijn, zul je keuzes moeten maken. Je zult nooit nummer 1 zijn op alle, in alle rondes, omdat daar gewoon heel veel variatie in zit. Dus je moet ook een beetje doelgericht zijn van welke punten wil ik scoren en waar laat ik het even varen om vervolgens vooruit te werken naar de volgende keer dat ik weer een flinke klapper kan maken. Dus dat spelletje is superleuk en mijn ervaring is ook dat de scores aan het einde redelijk dicht bij elkaar liggen. Dus de balans is ook nog eens een keer heel goed gedaan. Verder is de interactie oké, niet bijzonder, maar er zit genoeg interactie in. Aan de ene kant door de vogels met de roze band die afgaan wanneer een andere speler een specifieke actie doet. Daar lift je mee. Er zijn vogels die zeggen iedereen krijgt iets. En natuurlijk door dingen die je uit de markt haalt kun je andere mensen blokkeren of juist weer nieuwe mogelijkheden geven. En zo ook met de dobbelstenen. Dus het elkaar direct aanvallen en pesten, dat zit er niet in. Die interactie heb je niet. Je bent vooral je eigen engine aan het bouwen, maar er zitten genoeg kleine elementen in waardoor je niet alleen maar gefocust bent op je eigen bordje, maar om je heen blijft kijken van wat gebeurt er, wat doen andere spelers, kan ik daar voordeel uit halen of kan ik ze daarmee dwarsbomen. Dus dat is ook prima geregeld. En omdat het dus ook zo snel is, je doet een actie, je handelt het af en de volgende speler is, heb je ook weinig downtime, zelfs met 5 spelers. Dus dat is niet storend. En al die elementen bij elkaar maken Wingspan tot een indrukwekkend spel. Er is natuurlijk een hele hype over dit spel binnen de bordspelwereld. Net zoals met Gloomhaven krijgt het heel veel lof en prijzing. Maar waar ik het bij Gloomhaven gedeeltelijk begreep, moet ik eerlijk bekennen dat ik het hier bij dit spel ermee eens ben. Het is in die zin niet vernieuwend. Je kiest een actie, je voert dingetjes uit en je gaat een beetje een engine bouwen. Maar het totale pakketje voelt zo soepel en is zo strak en volledig afgewerkt dat het inderdaad net even die extra stap zet ten opzichte van menig ander spel met eenzelfde soort mechanismes. Het spel speelt soepel, het spel speelt gemakkelijk. De teksten op de kaart zijn in mijn ogen helder. Ik kan me voorstellen als beginnend speler dat je toch best wel eventjes wat moet wennen. Want ja, engine builden is nou eenmaal niet een mechanisme wat gelijk een instapniveau is. Dus nou ja, ga dat spelen met een ervaren iemand of speel het gewoon lekker een paar keer. Je wordt er vanzelf handiger in, maar het is geen hogere wiskunde. En de acties zelf zijn zo simpel dat dat dan weer heel toegankelijk is voor eigenlijk iedereen. Maar al die afzonderlijke elementen maken Wingspan tot een heel gaaf spel. Ik vind het echt een super tof spel en speel het ook met plezier. De balans is goed, de vormgeving is krankzinnig mooi. Ik ben toevallig ook nog een kleine liefhebber van vogels, dus ook dat is een genot voor het oog. Het spelmechanisme zelf is eenvoudig, maar biedt genoeg diepgang en uitdaging. Het maken van combinaties is iets wat ik erg tof vind en dat zit hierin. En je zult elke keer weer een beetje moeten aanpassen en die mogelijkheid is er ook tijdens het spel om nog te wisselen naar een andere vorm van combo's, omdat je bonuskaarten misschien net niet te halen zijn of niet genoeg punten leveren. Dus ook die switch is er nog.
En het feit dat je met elkaar bezig bent en toch je eigen bordje aan het knutselen bent. Die semi-interactie, die bevalt me ook wel. De weinig downtime en er gebeuren toch dingen tijdens andermans beurt waar jij profijt van hebt. Dus dat blijft dat je iedereen bezig is met het spel op alle momenten. En dat heeft mij ertoe bewogen om Wingspan te waarderen met een 9. Spellenzolder.